Karel, we staan hier in de bus, maar als verslegen mensen, hè, want als er één ploeg was die moest winnen, dan waren wij. Dat is het hard aan voetbal, hè, Vantje. Als je er alles aan doet om met de 3 punten naar huis te gaan, we zijn niet content met je punt. Doen nog een vervangingklasse kwartier om voor de 3 punten te gaan en dan ja, krijgen ze één kans en is het 1-0. En dan is ook kort bij het einde is boeken toe. En, ja. Verslagen op dit moment, ja, dat komt heel hard aan. Vanaf dinsdag werken naar de wedstrijd tegen Kapelle. Nee, we kunnen ook niet anders en we zullen dat ook wel doen. Ja, we pakken dit dan ook nog 4 gele kaarten. 2 voor protest, maar allee, jongens, dat worden toch licht gegeven allemaal. Hè. Wij 4 zijn geen 1. Ik bespaar u de woorden die Willy en ik tijdens de rust van de scheidsrechter gekregen hebben in zijn kleedkamer. Dat slaat alles. Als een scheidsrechter zegt, ik kuis gans uw bank op, dan stopt het voor mij. Wij zijn rustig gebleven, wij zijn buiten gegaan, maar... Het is niet met een hart om het op de scheidsrechter te steken. Het is ook niet wedstrijdbepalend geweest. Het is niet dat hij een goal afkeurt die een goal was of gelijk wat. Maar wat we vandaag maken, dat wij behandeld geweest zijn. Als je tegen spelers zegt, je m'en fout en wat weet ik allemaal. Het was een beetje te veel. Maar los daarvan, Vantje, dat wil ik toch wel zeggen. Het resultaat is niet bepaald door de scheidsrechter. In de voetbal is er één wet. Als je wil winnen, moet je scoren. Niet gescoord, dan kun je ook niet winnen. We hebben de kansen gehad. Niet superveel, maar we hebben kansen gehad. Met te weinig kansen moet je scoren en wat dat wij niet doen, dat doen zij dan wel. En dat is het resultaat, hè. 1-0. Merci Karel, up to zondag. Ja, dat gaan we zeker doen, Vantje. Dank je.